Het college van de gemeente Tilburg wil de Bredase weg zo snel mogelijk verdubbelen en trekt daarvoor 18 miljoen euro uit. Een deel daarvan komt uit de reserve voor grootschalige investeringen. Het gaat om 2x2 rijstroken op het stuk van burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg tot aan de gemeentegrens met Hulte. Het stuk tussen de Baroniebaan en de Baron van Voorst tot Voorstweg is al verbreed. Het doortrekken van de verbreding moet zorgen voor een betere ontsluiting van stadsdeel Reeshof. De aanleg staat gepland in 2012-2013.